van het podium af. Goedemorgen nog net, dames. Ja, goedemorgen. Ja, dat was een spetterend optreden. Dat ging hartstikke goed. Heel erg bedankt. Want jullie stonden weer lekker te swingen op het podium. En dat was voor het eerst in wel een lange tijd, of niet? Ja, klopt. We hebben echt even lang moeten wachten voordat we weer mochten optreden. Maar we hebben dit echt met heel veel plezier gedaan. Want we vonden het zo leuk om weer te gaan optreden. Ja, ah, super tof. En wat mis je dan het meest aan het optreden als je het niet mag doen? Nee, ik denk de interactie gewoon, ja, met de precies, mensen. Met de mensen. Gewoon dat je energie krijgt van het publiek. Ja. En lekker dansen en ook met elkaar. Gewoon die hele energie die je dan hebt. Ja. Ja, want jullie zijn echt een superleuke, toffe, gezellige meidengroep. Zo kom je in ieder geval altijd wel over. Zijn jullie naast dat jullie gewoon collega's zijn ook echt vriendinnen? Ja. Ja, zeker. We zijn al echt sinds het moment dat we bij elkaar zijn geplaatst. Klikten we echt meteen en onze vriendschap is alleen maar gegroeid vanaf toen. Oh, super tof. En nou, dat zie je dan, dat straalt er dan ook wel af op het podium, want het ziet er ook gewoon super gezellig en leuk uit. Wat staat er de komende tijd nog allemaal te gebeuren? Waar gaan jullie mee bezig? Voor corona hadden we een lied geschreven. Ook al ingezongen en dat was eigenlijk al helemaal klaar. Alleen er moest nog een videoclip voor worden gemaakt. Ja. En door corona moesten we wachten. Maar nu de maatregelen iets versoepeld zijn, kunnen we dat aan het eind van deze maand wel doen. Dus dat gaan we opnemen en dat komt daarna uit. Oh, super tof. Ja, daar hebben we echt heel veel zin in. En wat kunnen we een beetje verwachten van die videoclip? Is dat een lekker gezellig... Het is een heel stoer nummer. Een heel stoer nummer. Oké, tof. En is dat dan wel... Dat is een beetje een andere kant dan weer van jullie, of niet? Ja, het is wel een heel ander nummer. Het is echt met een goede beat, zeg maar. We hebben eerst meer gewoon... van die gezellige, vrolijke nummers gedaan, maar nu is het echt wel stoer en we willen er ook echt gewoon goed bij dansen in de clip en zo. We hebben een hele leuke plan, dus het wordt echt heel gaaf. Ja. Tof man. En dan als jullie dan zo op het podium staan en jullie dansen, jullie zingen en jullie zien het publiek, wat voor gevoel krijg je daar dan van? Ik krijg heel veel energie. Ja, ik ook. Ja, gewoon om te dansen en dan opeens, ik weet niet, ik krijg er heel veel energie van. Ja, en, het is ook gewoon heel leuk om te zien dat mensen het leuk vinden wat jij aan het doen bent. Je bent aan het optreden en die mensen die genieten ervan, die zingen mee, die dansen mee. Dat is zo leuk om te zien. Ja, super tof. En ja, we willen jullie ook een klein beetje beter leren kennen. Niet alleen over jullie zingen en danskwaliteiten, maar ook gewoon, wie zijn jullie nou echt? En daarom hebben we Kiddies Kittige Vriendenboekje deze keer meegenomen. Oh, leuk. Dus ik ben wel echt heel erg benieuwd wat jullie lievelingskleur is. Lila. Lila? Ja, lila. Die van mij turquoise, denk ik. Turquoise? Die van mij roze. En die van mij groen. Oh, jullie zijn wel dan echt heel verschillend daarin. Ja. En als jullie nou een lekkere maaltijd mogen kiezen, wat is dan jullie favoriete eten? Wat bestellen jullie graag? Of sushi of een Caesar salad. Ik denk ook sushi. Of ook salade, die hele lekkere die mijn moeder altijd maakt. Ja, die is lekker. Die is zo lekker. En die eten we altijd als we gaan repeteren. En ja, die is ook echt wel mijn favoriet. Ik vind pasta met zalm of zo vind ik heel erg lekker. Oh ja, super. En ik ook sushi. Ja, ik ben echt fan van sushi. We kunnen jullie dus echt trakteren op een bezoekje aan het sushi restaurant. Ja, zeker. Daar kunnen jullie wel echt een dag houden. Nou, meiden, hartstikke bedankt. En vanmiddag staat er natuurlijk nog een programma optreden op het programma. Super tof. Dus we zien jullie straks weer. Ja, dankjewel. Tot zo. Tot straks.